Het wemelt vandaag van de politie in de Nijverheidsstraat in Nijkerk. Het is een imponerend gezicht. De agenten dragen allemaal kogelvrije vesten. Mannen en vrouwen in witte pakken lopen af en aan. En er is een grote vrachtwagen aangerukt om het lab te ontmantelen. De actie die vanochtend om 6 uur begon, duurde de hele dag. De actie trekt dan ook de nodige bekijks van werknemers van omliggende bedrijven. Politie, brandweer en filmploeg mensen. Ik hoor van allerlei geruchten daar. Ik denk, god, eens even kijken wat daar allemaal afspeelt. Wat geruchten hoort u? Heel veel drugs daar was. Wat voor drugs er geproduceerd werd, dat kan de politie nog niet zeggen. De brandweer moest eraan te pas komen om het laboratorium veilig te kunnen ontmantelen. Het is overigens niet de eerste keer dat de politie in actie moet komen op het Nijkerkse industrieterrein vanwege drugscriminaliteit. De eigenaar van het gebouw zegt het pand verhuurd te hebben aan 6 bedrijven. Volgens de eigenaar van het gebouw richt het politieonderzoek zich op het achterste gedeelte van het pand, dat hij al een paar jaar verhuurt aan een man uit Amersfoort. Die meneer die daarin zit, die doet auto's opknappen en schades en spuiten van auto's. Ik weet niet beter of hij doet alleen maar dat. Erg stuk, hè? Ja, kijk, ik zit er niet op te wachten op dit soort dingen.